scheelt maar het is niet goed te zien. Maar het is ook niet, je moet wel daar zie je wel iets kijken. Op. En we hebben juridisch vastgelegd dat de stad Dordrecht ze nooit mag vervreemden. En dat heeft de directeur van het museum, Peter Schoon, namens de stad ondertekend. Wat niet wil zeggen dat ze niet op reis mogen. Hè? Ze zijn 350 jaar geleden ongeveer gemaakt. Je ziet, ze zijn in perfecte conditie, heel goed bewaard gebleven. Kleuren zijn prachtig als je kijkt naar de details bij de kleding van de man, met de prachtige scheurtjes die nog in zijn jasje zichtbaar zijn. Dat is echt heel nauwkeurig en gedetailleerd weergegeven. En daar was Albert Cuijp ook echt een meester in. Ja, in de collectie. Die hebben ook een keer toen ook... Met scheuren. Nee, dat klopt. Ja. Maar wel met zo'n van die elleboogbeschermers, wat een soort werkdracht is. En dat kunnen we in Dordrecht prachtig laten zien, dat Albert Cuijp een hele goede landschapsschilder is, maar ook dus dingen deed die zijn vader deed. En we hebben ook de werken van zijn vader daarbij. Dus we hebben ook een prachtig schilderij van de Vismarkt van Jacob Cuijp. En dan zie je ook hoe goed Albert gekeken heeft naar zijn vader.